vooral met Asterix bezig. Vanaf januari zitten we net weer in de blokje sport. We hebben een podiumloos podium, zeg maar. Bij Juni Skaaf. En komend hier ben we op allerlei verschillende locaties ontprogrammeerd in de stad. Juni is de eerste, dus in Skaaf. Maar we beginnen Alex als een soort van groep nomaden door de stad verplaatsen om op ziek te gaan naar je snijden plak. Hoe is het? Ja, ik echt niet kapot soms. Ik gewoon ook door de stad erin en ik zit zelf volle leegste in. En altijd in het weekend neer te dwan is, dus wel dat geeft me echt wel naar het hart ofzo. Dat ik denk van ja, godsamme, ik wil echt gewoon een broers in de stad en ik wil echt dat er dingen gebeuren. Maar op dit moment zoek ik het wat zwak vind ofzo en een te makkelijke keus om nou gewoon voor te gaan en de biezen te pakken en naar een stad te gaan waar dat al is ofzo. Maar ik denk dat we echt heel goed bezig winnen. Juist door het gat waar we nou mee zien vallen, maar het tattoos en jontje. Het grote georganiseerde instituut is voorbij. En we moeten nou zelf dat maar zien al. En dat had even tijd nodig en daarom ervaren mensen dat het nou in een soort van gat valt en nou ja, dat er niet het oerbloot van bijvoorbeeld culturele haatstijd. Maar ik denk dat dit juist even een fase is waar we het erin moeten. Want juist nou als er niet dwan is, ja, op een gegeven moment wordt die noodzaak heeg genoeg om maar te komen met nieuwe dingen en initiatief. Waarom zucht je komen? Omdat we hier nog een bepaalde leegte hebben. Die leegte die vind ik heel interessant. Wat het is, bijvoorbeeld in Amsterdam, is dat de interessante bewegingen die loeken steeds verder uit het centrum. Waarom? Omdat het centrum gewoon rampvol is. Dus geen rondte meer voor innovatie, experiment, nieuwe dingen. Dus het is dat ze steeds verder naar boeten gaan. En in Leeuwarden hebben we dat nog volle meer. Dus er is hier volop rondte voor experiment en nieuwe dingen. Ik vind het nachtleven heel interessant. Ik denk dat de nacht in potentie naar je kunstvormen opleveren kan, naar je gearwerking opleveren kan. De nacht als boatestuin, daar kunnen hele interessante dingen gebeuren. En ik vind het nachtleven in jou helemaal net zo interessant op dit moment. Dus daar zoek ik wel echt onwerkje willen. Wat is die droombeeld van Utsien hier? Hoe het hier dan bij lezen moet? Ja. Wat ik wel vaak hoe nooit denk is dat op een gegeven moment als we misschien al die leegte omarmen en er echt dus een positieve draai om Jan in. Dat bij wie van spreken de rest van Nederland alleen naar boven shit en denk ja, kak. Daar moet ik wensen. Daar vind innovatie plak. En op het gebied van popcultuur, dat is mijn achtergroen, dat echt, dat Leeuwarden het plak wordt in Nederland, waar gewoon de nijste dingen ontstaan. En potentieel kan dat wel, denk ik, juist omdat we een hele eigen cultuur hebben. Maar ik denk dat we dat iets meer omarmen, machinaal, dan kennen we daar echt een positieve draai om, Jan.